Welkom bij de Vitality Challenge baanwielrennen met onze eigen talentcoach Klaar. Vandaag hadden we een Vitality Challenge met Hugo Haak en we gingen baanwielrennen. Ik vond het leukste eigenlijk om te beginnen met het slalommen en dan steeds hoger op te komen, zodat je echt ook de controle hebt over het fietsen. Dus dat vond ik echt onwijs leuk. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel leuk, dit ga je in het dagelijks leven natuurlijk nooit doen. En nu krijg je de kans, dus die ga ik zeker pakken. De belangrijkste tip is toch wel op een baanfiets dat je moet blijven trappen, want het is een doortrapper. Dus je kan niet je benen stil houden, maar je moet echt door blijven trappen. Het gaat opvallend goed. Er zijn echt weinig mensen die niet helemaal boven in de baan hebben gefietst. En het is gewoon een hele leuke atmosfeer die je proeft en sfeer die je onderling met elkaar hebt. Ja, iets wat er op tv toch best wel eenvoudig uitziet, vond ik. Viel toch vies tegen in het begin. Het was best wel spannend om de bocht door te gaan. Zeker als je wat hoger komt, dan heb je het idee dat je weg gaat glijden. Maar dat ging eigenlijk best wel goed na een paar rondjes.